Benen zijn sterker dan armen. Dus als je een techniek doet, als je kunt alles alleen maar met je arm doen, dan gebruik je maar heel weinig van je kracht. Ja? Dus je benen zijn veel, en daarom vast meteen je heupen, zijn veel belangrijker. Als ik hem nu die kant op wil krijgen, kan ik dit doen, dat is armkracht. Ja? Of ik kan mijn heupen en later ook mijn benen gebruiken. Ja? En dan zeg ik, mijn arm alleen maar een verlenging door het bestuur, door mijn benen. Dus zorg ervoor, als je deze techniek doet, ja, dat je veel meer gebruik maakt van je beenkracht en van je heupen, dan van je armen. Ja, ik zie het niet zo heel erg. Veel mensen zien toch heel veel helemaal van één, de stappen naar achteren. En dan gaat vervolgens die arm naar beneden duwen om die klem te doen. He, dat is dus fout. Stuur het vanuit je benen. Die armen worden gestuurd. En je doet eigenlijk helemaal niks. Want arm blijft dan in deze positie zitten. Mijn heup draait, daardoor komt hij mee. Ik stap en mee. En hier ook de klem aanzetten. Dat gebeurt ook. Veel meer vanuit mijn benen en mijn heupen. Dan gaan we naar armen. Volgende waar je even moet letten is hoe kun je het beste een klem aan wil zetten. Als ik mijn moes, zeg maar, deze klem aan wil zetten, maar ik zit hier en ik wil nu duwen en hij gaat tegenhouden, ja, krijg ik de klem nooit aangezet. Ja? Mijn armen zijn heel ver van mij af, dicht ben, dus hij kan heel goed controle houden en ik heb maar heel weinig kracht. Nu kan hij echt alleen maar een beetje beschouwd gebruiken. Heeft hij nou zijn handen ver van zich af en ik ook, kan ik hem ja, ook maar heel weinig uitlichten. Zit het dicht bij hem en dicht bij mij, staan we lekker dicht bij elkaar, maar dan gaat de klem ook niet sneller. Tenzij je misschien echt heel veel sterker bent, dus heel veel spierkracht gaan gebruiken, maar op techniek kom je niet. Veel handiger is het dus als het gewicht waar ik de klem op wil doen dicht bij mij is. Nou kan ik de controle uitoefenen en ver van hem, hij is de controle kwijt. Ja, dus wat zie je bijvoorbeeld gebeuren? 1, 2, hier gaat hij naar beneden en mensen brengen hem op. Dit is ergens, je zegt een beetje in het midden. Ja, nog erger zou het zijn als je dit zou doen. Ik bedoel dan komt het helemaal fout. Beter. 1, 2, 3, hier in je heup zetten. Want nu, dicht bij mij, en ik heb de controle aanzetten. Door mijn benen te gebruiken. Ja? Ik doe niks met mijn handen. Ik sta mijn benen opzij. En ik gooi. Dus zijn weer mijn benen die het werk doen. En die zijn veel sterker dan mijn armen. Dus dat is belangrijk. Over het algemeen, zeg maar, als je het stel regelt. Op het eerste stel regelt vandaag: benen zijn sterker dan armen. En de tweede is: zeg maar, als je een klem aanzet, dicht bij mij, ver van hem. Derde, ik wil maar even licht krijgen. Dus hoe zie je dat iemand uit evenwicht is? Hij staat erover gebogen en zelf wil ik in evenwicht, ik sta recht. Ja? Dit gaat over het algemeen goed, maar nu komen vaak problemen. Dit. Ja? Ik ga mezelf, weer overdrijven ik heel erg, mezelf ook heel erg uit evenwicht te zetten. Dat wil je niet. Dus zorg ervoor dat je bovenlichaam eigenlijk de hele tijd gewoon rechtop blijft staan. En ga je jezelf niet uit evenwicht zetten. Dus hij gebogen, ik recht. Ja, dat is regel nummer 3 voor vandaag. Die drie dingen probeer daar eens even mee te werken. Dus let erop. Ja, gebruik ik mijn benen goed. Zorg ervoor dat dat deel van de klem, dat we controleren, bij mij is. Ja? En zorg ervoor dat hij voorover gaat en dat ik zelf mooi rechtop blijven. Dus gewoon dezelfde klem nog een keer, maar probeer deze drie dingen er even uit te klikken voor jezelf. Een paar dingen waar je op let, maar je wordt ook is je stap. Ja? Stap ik te ver weg, staat hij te ver weg, is controle moeilijk. Stap ik veel te dicht in, dan loop ik mezelf een klem op en ik wil dat ook niet. Is mijn stap te klein, sta ik hier voren, ja? Heb ik ook moeilijk controle. Stap ik te ver, ja, dan kan ik ook voorbij gaan. Dus eigenlijk die eerste stap, die moet zeg maar precies goed zijn. Door het algemeen een beetje achter. In dit geval, nu gaan we nummer 2 doen. 1, 2. Andere arm op uw hoofd en pak
zijn schouder vast. Schouder vast. Ik ga weer mijn heup draaien en ik trek hem weer eerst mee uit één. Hier. Ja? Maar nu speelt mijn linkerarm veel langer op. Alleen maar dit. Mijn arm is heel erg lang. Dit punt zit heel ver van zijn middenpunt. Als ik trek beweeg dit, gebeurt er bij hem nog helemaal niks. Beweeg je schouder, gaat hij met één mee. Naar achteren. Hij slaat. Ja. Ertussen. Deze hier. Dus nu is het allemaal hand, arm, hier nog af. Dit is nog steeds niet op. Je gaat nog steeds één op. Twee slaat. Jongens, wijk in de slaat. Die staat ernaast. Hier. Steeds omhoog. Vanuit je heup draaien. Ja. Adem uit evenwicht. En nou pas je vervolgstap. En slaat. Ja. En ook dat is belangrijk. Dus we hebben net drie aandachtspunten. Vier is het geduldmoment. Als je te snel wilt. 1. Zeg maar, je draait niet je heupen en je stap meteen, ben je weer kwijt. Ja, er zit dus een beweging tussen. 1. Draaien, pas meenemen en dan pak je de volgende stap hier. Nou, als je zo lang bocht, of het eerste zit of niet. Je ziet eerst je ook. Je stap, je draait en dan pas je de volgende stap. Ja, en op een gegeven moment kan je heel veel stap, stap. Dan vergeet je de heup. Als hij staat aan deze lijn, stap, stap, moet ik dus mijn arm gebruiken, dat wil ik niet juist zien, om hem naar me toe te krijgen. Dus, even geduld met stappen, hij slaat, 1, draai, dan met de volstap, en dan slaat. Dan is deze uit. 1, dan krijg je een cirkel, en dan komt hij weer, haal die naar je toe, en dan kun je slaan. Beter nog, haal die, maar op het moment dat je naar je toe haalt, zelf weer naar voren komt, dan krijg je dit. Laat ik hem die cirkel 1, 2 uitvliegen, daar kom ik er nooit meer bij. Maar ik kan dat soms wel gebruiken, omdat ik bijvoorbeeld 1 dat ruimte nodig heb om een klem aan te zetten. Nou kom je weer terug bij. Wat net zei, dat ik deze klem aan heb, dit bij mij, ruimte tussen hem en mij. Ja? Als ik diezelfde klem hier aan wil zetten, dat doet niet. Het doet helemaal geen pijn, zeg maar. Hij kan mij niet zeggen. Wel, als het de ruimte tussen hem en mij en hier, ja, dan voelt hij het wel. Nog een kleine aandachtspunt bij deze, is vaak onderdoor gaan. Twee fouten die gemaakt worden, die vaak ook aan elkaar vastzitten. 1, 2, adem gaat omhoog, mensen stappen onderdoor en doen dit. Ja, dat kan niet. Als je zijn arm. Ik ga hem naar beneden en ik zit hem weer up. Dat is vaak een probleem. Daar vaak vast is het volgende mensen naar voren toe en onderdoor gaan. Dus dan krijg je 1, 2 en dan nu gaan ze naar voren toe en onderdoor. Ja? Wil je ook niet. Eigenlijk kijk en daar ben ik aan het lopen en ik ga naar achteren toe. En onderdoor dus naar achteren toe. Dat ik eronder door ga. Je moet veel verder door laten bewegen. 1, 2. En nu staat ik achterdoor kunnen doen. Dat kost me veel minder moeite als wanneer ik hem niet zo ver aan lopen. En dan nu op die manier onderdoor doen. Als je beetje goed is, dan ga je eigenlijk altijd automatisch wel achteronder door. Dus, maar oude knieën niet achterop. Dus 1, hier weer naartoe, heup gebruiken. Naar beneden halen, rond laten bewegen, geef hem een beetje ruimte, achterop instappen. Kan ook niet leuk dat je de klem moet aanzetten. Ja. Hij heeft heel veel pijn. Zorg ervoor dat onderarm en hand verticaal staan en in elkaar overlopen. Te veel ruimte hier, dit, dat hoort er bijna niks van. Dit mooi verticaal houden. Nu wil ik nog gaan gooien. Wat heb je? Je hebt de klem. Mensen gaan gooien, 1, en ik geef hem heel veel ruimte in zijn schouder en hij voelt hier helemaal niks meer. Ja, terwijl hij hier misschien ook heel veel pijn heeft. Ja, maar nou, dus hier is het pijn weg, dat is de bedoeling. Dus zorg dat je druk niet erop hebt, dat je hier erop houdt. Dan valt het misschien maar niet zo heel erg mooi, maar dan houden we wel onder controle. Ga er nu aan trekken, krijg je ruimte in dus het bol als hier. Hier trekt. Ja, 1, 2, 3, er gebeurt nog helemaal niks in de moes, totdat ze haar op een gegeven moment gespannen is, want ze zouden het vast.
En nu slaat de invloed op zijn lichaam. Dan heb ik wel, ja, kijk hier. Een aantal spanierpunten zitten, dan ben jij van mijn trekbeweging weerstand op kan vangen, dat is de arm recht is. Nu zit die schouder vast. Nou is de invloed van mijn trekbeweging pas merkbaar. Zorg ik dus dat ik aan zijn schouder trek, dan heeft hij er geen spanierpunten naast. Trek ik nu, is mijn invloed direct. Ja, dus er zijn geen spanierpunten tussen, dan ben jij dus op kan vangen. Sterker nog, als hij zeg maar, hier trekt, in plaats van schouder, krijg ik ruimte in mijn schouder. Dus ik krijg eerst ruimte in mijn schouder. Daardoor krijg ik ruimte in mijn heup. Kan ik stappen en kan ik iets drukken. Ja? Als hij aan mijn schouder trekt, en dat heb ik inderdaad in mijn schouder doen. En dus in mijn heup niet. En dus in mijn stappen niet. Dus die tegenstander geen ruimte wil geven om iets terug te doen, zorg dat die schouder vast zit. Ja? Bij gewoon standaard nummer 4, als je vastpakt 1, 2, noem dat ook. Hier zit die schouder vast. Ja, nou kan je benen, daar ga ik mijn benen nemen en dan onderdoor. Het is niet alleen met deze klem zo, het is met elke klem zo. Als ik gewoon deze klem doe, ik geef hem veel te veel ruimte hier. Ja, als hij dat bij mij doet, geeft hij me dus ruimte in mijn schouder, dus ruimte in mijn heupen en dus ruimte in mijn stappen en kan ik iets terug doen. Zet hij vanuit zijn heup hier goed vast en mijn schouder zit, dus ik kan hem niet mijn schouder bewegen. Ja, als hij nu duwt, dan is zijn invloed direct werkbaar. Geeft hij me ruimte in mijn schouder, ja? Dus ik maak hem te groot. Ruimte in mijn schouder betekent ruimte in mijn heupen, betekent ruimte om een stap te maken. Dus bij elke klem, nu gewoon elke klem op de arm of aan een polsklem is, een elleboog klem, je moet eerst zorgen dat die schouder vast zit. Ja, dus hier geeft hij veel te veel ruimte om iets terug te doen. Nu zit ook zijn schouder vast. Bij drie zie ik bijvoorbeeld dat ik hem hier heb. Als je nu naar beneden zet, dat zichzelf naar beneden gaat zakken, ja, creëer je ruimte in je schouder, kan je je arm wegmaken. Ja, dus, ik denk dat je nu steeds hebt, maar eigenlijk sta ik helemaal niet goed voor. Ik heb mijn schouder helemaal niet verlopen. Ja. Als je zelf naar beneden zakt, maar kan je zichzelf losmaken. Dus als je mij in die drie klem hier. Maar als je voet naar voren duwt, nu zit mijn schouder zit vast. Nou kan ik niets doen. Ik ga mijn heel recht op. En ik ga naar beneden en dus mijn arm recht maken. Ik krijg weer ruimte en neem ik hem over. Dus als je tegenstander geen ruimte wil geven, zorg dat die schouder op wat voor manier dan ook in ieder geval vast goed is. Dus let altijd op de schouder. Dat is in ieder geval heel erg belangrijk. Dat is ook in nummer 6, dus dat doen we nu. Hij valt aan. Nu stap ik tussen. En heb ik twee handen omhoog. Hier. Ja, ook hier. Ik vind veel te veel hier. En ik ga nu bewegen. Ja. Zo. Nu dat dit echt is bij je arm. Te veel te lang. Dus. Eens. In dit geval. Om dit te worden lastig. Zet ik een slotmorm tegen mij te zetten. En nu stappen. En op. Ja, dus ik moet hem uit evenwicht hebben. Hij slaat. 1, halen wij toe. Naar je schouder, naar mijn schouder. 1, 2. Ja. Dus nog een keer. 1, naar je toe. En op. En dan doen we dezezelfde beweging. Nummer 6. Als je nog zegt dat ik nummer 4 met je schouder en zo wil ik ook even oefenen. Of misschien wil ik nummer 3 een keer proberen. Mag dat ook, maar check dat even met je schouder of mevrouw klopt. Ja. Hier is de basis van de driehoek. In het midden heb je een looplijn recht deze kant op. Vanuit je voeten twee benen van die gelijkbeen in het driehoek. Hier is zijn onbeloofdheid. Ja? Staat hij recht en trek ik deze kant op. Dat is allemaal waar. Hier onbeloofdheid. Hetzelfde punt zit hier. Aan de achterkant. En daar gingen we net naar de hele tijd naartoe. Ja? Als hij stoot met rechts. En net nog een slechte been naar voren. Ja, dus wat we net al deden. Hier, ik haal zijn arm naar dat onbalanspunt in de hoek. En ik haal hem. Nou, heb ik dat punt aan de achterkant. Die dus natuurlijk links naar voren staat. En stoot. Ja? Ik heb het natuurlijk dus al misschien dat ik heel ver hier in één keer naartoe kan komen. Maar het is lastig. Terwijl het punt. Hier wel zit, dus ik hier naartoe haal. Dus ik zit er nog niet zoveel.
gaan we hier naar boven. Ik kom bijvoorbeeld op een manier. Het andere punt waar je naartoe kan, is, hier zit hij, maar daar zit het punt eigenlijk ook. Hier. En dan. Ja? Dus in dit geval, ik doe hem even kussen. Ik sta rechtsachter, ja? En in plaats van links naar voren en rechts stoten, zo, ja? En dan even de diepte op gaan, even bijna zin. Veel te doorrijden in de heupen. Dus hij stoot. 1, hier naartoe. Ja? En we maken er even deze nummer 11 van, over die bocht. Ja? Dus 1, hier, deze kant op. En de wereld op in de kamer. Dus in dat geval kan ik vaak kort te worden. 1, 2. Ja, wil niet wat andere van wat gevaarlijke doen, zeg maar. Dan staat dus hier 1 en ook weer open in. Of als je nog meer pijn wil doen, en de bal. Slaan we eruit de tanden kwijt, dus dat doen we vandaag niet. 1. En dan gaan we naar het andere. We noemen het onderhand in dit geval. 1. En dan weer doorhalen. Nummer 11. Nou, dus sommige mensen denken dat het in de stap 1, 2 stappen. Zo. Ja, gewoon nog. En 1 keer is dat dus die. Kort stappen in. Daar gaan we. Daar gaan we. Ja? Ik heb dezelfde beweging als net. Dus de allereerste beweging waarbij we. Hij stoot. En ik naar achteren stap. Waar ik nu gevaren heb, is links. Ja, ik sta ook aan zo'n binnenkant, dus dat wordt de gevaarlijke. Dus dat willen we niet. We hebben geen 1 weghalen dus. Dus die kant op. Doordat ik een weghaal, nu heb ik van links veel minder tevreden. Dus hij stoot recht, ik sta recht naar achteren en vanuit mijn heup breng ik die weg. Hier, die kant op. Ik stap op. En maak je weer met kan nog door. Van. Dus nu naar achteren, dan heb ik aan de binnenkant en ik haal hem weg. Ja? Kun je een aantal dingen doen, of vergeet eens een beetje en gaat vooral hier voor een hoofd om nummer 6 te kunnen maken. Of je gebruikt de arm juist wel door hier weer bij zijn schouder te komen en daar weer te pakken, maar dan is het er overheen brengen vaak iets lastiger. Of, een beetje van de zaak, dat is het 1, en er overheen komen. En dan nu, daar, dus 3 bewegingen die je na je blok kan doen, om in de basis te komen gaan. Hierop te zorgen dat je niks, geen last hebt van die daar. Dan hebben we dus die ervoor te zetten. 1, 2, 3. Dus je blok de binnenkant, 1, en je zit hem weg. Eventueel, blok binnenkant, stap weg. En dan kom je naar de voet. Ja, dus dan maak je dus 2 cirkels. Hij stoot, cirkel, zet ik hem weg. Weer een cirkel, sta ik gewoon achter. Dan kan ik hem aan. Dan maak ik 2 keer een cirkel. Of je maakt hem kort. 1. En dan doe ik nog 1 keer een cirkel. Of je maakt hem langer. Dan gaan we een keer voor de aanval. Hij staat dus rechtdoor en ik sta rechts. Ik ga eerst links naar achteren en ik kom bij. Hier, dus hier komt erachter. Eventueel moet je wegstappen. Op, maar in ieder geval, zorg voor dat je die benen gebruikt. Dus niet, hij stoot. Dit al deze beweging met je arm, dan ga je niet lukken als je hard slaat. Ja? Maar, 1, gebruik je lichaam. Doorstappen. Nee. Voor de mensen die wat geworden zijn, kun je ook eventueel andere variaties doen. Eroverheen, de nummer 1 variante. Of 1 eronder nodig. Deze variaties. Of 1 en eroverheen. Ja, dat is een beetje een beetje aanpakbaar. Veel dan maar gewoon een beetje mee. Zorg ervoor, hij zit aan. Binnenkant op. En dat je tussen de linkerkant weer af wil. Dat je geen last hebt van die linker arm. Nu kan je gemeente achter die kant.
Maar.